Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video op deze map. Vandaag ga ik grondverzet doen. Ik ga met de Klaas ga ik een keepertje ophalen bij iemand. Dan ga ik met de keeper ga ik naar een bepaalde plek toe. Dan ga ik de keeper vullen en leeg ik hem op de bouwplaat. De keeper is niet van mij. Dump trailer, ik heb er zelf niet één, dus ik ga er eentje ophalen bij iemand. Start even de trekker. En daar gaan we. Hey, goed is daar. Hier naar rechts. Dan ga ik een heel lang stuk rechtdoor rijden. En dan ga ik naar links. Want dan kom ik er. Het is in een dorpje. Heb ik even op de map gekeken net. Kijk, dit veld is van mij. Oh, de vlakte, niet dan. Kijk hier, een mooi muurtje hier links. Dat is prachtig. En hier woonde ik vroeger. Dit is Challington Farm volgens mij. En nu woon ik Valleyview Farm. Kijk, ik zie daar al de kerk van het dorp. De boom zit ervoor nu. Kijk, heel goed kijken hier de kerk een beetje zien. En nu kun je het helemaal niet zien in de bosjes. Oké, ja, je ziet hem. Volgens mij is dit hem. Ja, dit is hem. Of, oh nee, het is nog eentje verder. Oké, druk maken, even weg kijken. Op mijn navigatiesysteem. Hier eraf. Mooie wegen zeg. Oké, dan gaat hij zo. Een kronkeltje. Apart. Water. De brug over. Even pakken. Mag maar 30, snel mogelijk afrennen. Kijk, daar staat die mensen. Daar staat de keeper. Ik ga even kijken hoe die er helemaal uitziet. Kabeltjes. Dankreveel. De dump trailer. En nu rijd ik naar die plek toe. Kijken wat de beste route is om erheen te rijden. Oké, dan ga ik hier denk ik het dorp door. Ja. Eerst volgende afslag naar links. Hier nog een boerderijtje. Deze trek heeft 185 pk. Kijk eens wat een prachtig kasteel daar mensen. En hier rechts nog een mooi bos. Nu mag je weer 30, dus ik heb de cruise control op 30. En dan rijd ik lekker met 30 hier. Door het dorpje heen. Kijk daar, bootjes. Weer zo'n vis en chips viswinkel. Oké, speed camera's. Kijk, daar staat een speed camera. Daar nog één. Kijk daar, een trekker die rondrijdt. Ja, trekker met een aanhangertje, mensen erop. Die rijdt echt altijd rond. Kijk daar, een trein. Daar rijdt een trein. En het is de. Niet deze afslag, maar de volgende afslag. Oh, ik mocht er lang 50 rijden, zeg maar. Of was dat? Nee, dat was deze. Lijkt ze veel. Kijk, zo'n mooi weggetje.
zandpad. En hier aan het einde is het. Aan de rechts nog een heel mooi gebouw. En hier zo hebben ze ook een log cabin, net zoals ik op een farm heb. Kijk, dan zie je de Griek van de kraan al. Kijk, hier is een log cabin hier. Kijk, er ligt een hoopje zand. Dan zet ik hem ernaast. Zo, en dan ga ik de jaagmachine in. Starten. Oké, even kijken hoe dit werkt. Zo doe ik het. Zo. Hij wil niet echt graven. Oh, nu wel. Oké. Nu snel zo. Dan valt het eruit. Hij leeg. Oh, nu wel. Oké. Ik heb niet zoveel schepjes nodig, want één zo'n schepje kan 4 kuub in. Deze graafmachine heb ik zelf gekocht voor deze opdracht. Maar een keepertje heb ik geleend van iemand. En het heb ik van mezelf. Oké, dat was hem. Oh, wat? Als ik dit een klein beetje nog in doe, dan heb ik alles. Zo. En ik heb hem weer uitgezet. Kijken of al het zand weg is. Dan gaan we nu dit voeren. Ga dit naar de plek brengen. Dat is nog een dorpje. Een bakje zand. Het is prachtig. Je hebt als... Je kan hem als plek openen, maar ook als een graan openen. Voor mij dit is gezaaid. Daar staat trek met zaaimachine. Daar ga ik straks mee bezig. Wat een leuke trekker is hij. Klaar. Daar rijd ik niet zoveel mee. Hoe ga ik er nog bij andere? Zeker maak ik een Xerion. Dan zou ik er nog op video staan. Dat ik met de Premos een Xerion op No Man's Land. Lekker bultje op. En nu vol gas ben ik dit naar de bouwplaats rijden, want daar hebben ze nog een beetje zand nodig. Om alles te egaliseren en zo. Kijk, komen we weer hier langs mijn veld. En kijk, dat is een kasteel. En dat dorpje waar ik zo kom is best wel kraap, dus. Ja, ik had ook een Joskin 3 aanzag kunnen lenen. Waar meer in kan, maar dat heb ik niet gedaan, anders kan ik er niet aan in bocht. Heb ik deze korte dangere veel horen. Ik
Oh, ik heb mijn afslag gemist. Dat daar moet zijn. Maar via hier kan het volgens mij ook. Maar het is een klein beetje om. Maakt niet uit. Hier nog flink schuren hier. Wat een farm is dit? Whitehall. Die witte hallen. Hier links had de houtzagerij. Kijk, hier is het. Kijk eens hoeveel graft hier op deze houten muur. Kijk, hier hebben ze ook een graafmachine staan. Ik moet hier neerkiepen. Draai ik hem zo dat ik gelijk weer terug kan. Ik kan ook nog maar net. Ja, ik kiep hem maar hier neer. Waterstand. Gaat lekker snel uit. Dan ga ik nu even het keepertje weer terugzetten. Waar ik hem had geleend. Prachtig op. Moet je dat op het hoogste verstoffing geven? Die huizen zo apart staan. Links is het. Draai ik hier wel even een rondje, dat kan denk ik wel. Af. En nu rijd ik weer terug naar mijn eigen farm. Er zit trouwens nog GPS op deze Klaas. Een mooi schermpje hier. En nog een schermpje. En ik ben weer thuis. Hij nu het erf op. Goeie boerderij. En ik ga weer mijn huisje in. Mijn log cabin. Ja, ja. Dit was video mensen. Een soort van roleplay. Abonneren zeg ik later.